Terugblik Arnhem is de naam van deze tweedelige videoserie over de geschiedenis van de mooie stad Arnhem. Belangrijke gebeurtenissen uit het verleden passeren de revue. Uit de archieven van onder andere de gemeente Arnhem, NOB, Polygoon en Rijksvoorlichtingsdienst zijn unieke beelden verzameld. Niet alleen gebouwen zijn te herkennen, maar ook vele Arnhemmers. Oude kaarten, foto's en filmfragmenten nemen u mee in een reis door de tijd. U kijkt naar de eerste luchtopnames van Arnhem in 1928, dus ver voor de verwoestingen in de Tweede Wereldoorlog. Eigenlijk beelden van een verdwenen stad. Tijdens de 80-jarige oorlog bezetten de Spanjaarden de stad. De burgers raken hun landerijen kwijt en buiten de stadspoorten zijn ze hun leven niet zeker. Protestanten worden vervolgd en hun bezittingen verbeurd verklaard. Na deze barre tijd treedt de stad in 1579 toe tot de Unie van Utrecht en raken de katholieken op hun beurt alle macht kwijt. De kerken gaan over in calvinistische handen. Na de Vrede van Münster in 1648 kruipt de stad uit het economisch dal. Uit die tijd stammen de oudste nog bestaande gevels van Arnhem. De 17e eeuw brengt voorspoed. In 1603 wordt de eerste schipbrug over de Rijn aangelegd. Er wordt flink gewerkt aan uitbreiding en renovatie van de stad. Zoals onder andere het verhogen van de toren van de Grote Kerk door de Arnhemse stadsbouwmeester Paul Peelen. Voor de oude schipbrug, die ter hoogte van het Hoermondsplein ligt, moet tol betaald worden. In 1935 komt er een vaste verkeersbrug ter hoogte van de Lauwersgracht. Er is veel belangstelling voor de nieuwe vaste oeververbinding. Arnhem loopt uit en is zeer enthousiast over de mogelijkheid om zonder tol te betalen naar de overkant van de Rijn te kunnen komen. En aan die overkant ligt Arnhem-Zuid, dat zich aarzelend begint te ontwikkelen. De gemeente doet er alles aan om nieuwe bewoners daar naartoe te halen. Er wordt flink reclame gemaakt. Nieuwe bewoners krijgen zelfs 3 maanden huur en de stoffering cadeau. En in 1937 wordt Koninginnedag juist in Arnhem-Zuid groots gevierd. Maar de tijden veranderen. In mei 1940 blazen Nederlandse militairen om strategische redenen de brug op waar de Arnhemmers 5 jaar daarvoor nog zo trots op waren. Vooral in 1944 krijgt de stad tijdens de slag om Arnhem het zwaar te verduren. Een groot gedeelte van de stad verandert in 1 grote puinhoop. Deel 2 van Terugblik Arnhem vertelt de geschiedenis van de wederopbouw van de stad. Over het leggen van de tijdelijke Beliebrug. Over de grote feestelijke manifestaties, zoals in 1950 Parijs in Arnhem. Waardoor ongeveer 1 miljoen bezoekers uit binnen- en buitenland de stad bezochten. Maar Arnhem vergeet het verleden niet. Hier onthult koningin Juliana het herdenkingsmonument op de markt voor de gevallenen. Een hoogtepunt in de jaren 60 is de eerste televisiemarathon van Nederland, waarbij Mies Bouwman ruim 21 miljoen gulden inzamelt voor de actie Open het Dorp. Een kleine greep uit deel 2 van dit videodocument. Met Terugblik Arnhem deel 2 kunt u deze unieke serie dus compleet maken.